De koersontwikkeling blijft een heet hangijzer in de samenleving. Binnen korte tijd heeft de koers een stijgende lijn aangenomen nadat het een poos stabiel was rond de SRD 21 voor 1 US dollar. Nu moet er SRD 31 worden neergeteld voor 1 US dollar. Parlementariër Mahinder Yogi van de VHP vindt dat de regering randvoorwaarden moet stellen zodat de verdiencapaciteit verhoogd kan worden in dit land. Ik heb begrepen dat er behoorlijk wat geld bij de centrale bank is gespaard nu, meer dan 1 miljard. Dat doet positief stemmen. We hebben gezien dat als gevolg van gesprekken die de regering heeft gevoerd met buitenlandse bedrijven, met name ook met IDB, er een toezegging is van een half miljard dollars, waarvan er reeds 50 miljoen en daarna weer 150 miljoen is gegeven aan Suriname tegen een lage rente. Je ziet dus dat de president gebruik maakt van zijn buitenlandse reizen om ook te praten, zeker 2 keer, met de directeur-generaal, de directrice van het IMF. En dat daar heronderhandeling plaatsvindt. Dat op basis daarvan ook de president in zijn jaarrede heeft aangegeven dat we ombuiging gaan krijgen van het beleid. En dat de ombuiging meer zal zijn in de richting van helpen van mensen in nood. Laat me dat zo formuleren. Masanoma moro. En als deze middelen vrijkomen, als je weer kan onderhandelen met IMF, als je die tranches, een deel van dat geld kan brengen naar die samenleving, dan denk ik dat de mensen hebben geholpen. Humphrey Dundas, woordvoerder van vicepresident Ronnie Brunswijk, beaamt dat het leven duurder is geworden. Volgens hem werkt de regering met man en macht om het leven van de Surinaamse burger weer draaglijker te maken. Hij geeft aan dat onvoorziene factoren nationaal en internationaal invloed hebben gehad op de situatie. Hij benadrukt dat zoals de kaarten er nu voor liggen, het niet lang meer zal duren voordat er verlichtende maatregelen zullen worden gepresenteerd aan de gemeenschap. Het is moeilijk, dat schuilen we niet onder stoelen of banken. Het is moeilijk, het is hard. Ja, we moeten proberen te bezuinigen waar we kunnen bezuinigen. Laten we proberen met elkaar, naast elkaar te leven. Begrijpt u, de regering aan de andere kant, die krijgt keer op keer de oproep om draai aan uw parabotto, begrijpt u? Dus wat wij zeggen van inderdaad, het kan niet zo verder, vooral dat stukje armoede moeten we zien te bestrijden. Er zijn middelen vrijgemaakt om dat stukje goed in kaart te brengen en echt tegenaan te gaan. Maar daarnaast hoop ik ook dus dat op macro en op meso-niveau vooral dus dat de lijnen goed uitgezet worden, dus dat wij na zeker een bepaalde periode, zodat we de vruchten daarvan kunnen. Laten we gerust wezen. Het komt wel goed. Het komt wel goed. Ja, laten we gerust zijn. Het komt wel goed. Nogmaals, laten we helpen waar we kunnen helpen. En wees gerust. Het komt terecht.